Wat een perfecte timing om zo'n goal te maken. Ja, maar we hadden ook kansen eerder. Goede kansen voor doelpunt te maken. Maar ja, was dan op de end of de wedstrijd, 10 minuten voor de end. En wij willen nog tweede maken. Maar ja, gebeurt niet en een beetje jammer. Ja, gelukkig wel een mooie kopbal van Tim. En daar ben ik blij mee, ja, uiteindelijk. Je hebt nu 6 Eredivisie wedstrijden op rij gescoord. Weet je wat dat betekent? Nee. Je staat in een rijtje met Wilfried Boni. Ah, oké. Nou, ik wist het niet. Zo is goed. Ik hoop dat ik maak nog langer deze rijtje. Want zegt je dat jou iets of doet dat je helemaal niks? Nee, gewoon zoals ik zeg eerder, ik wil gewoon elke wedstrijd scoren. En, ja, soms gebeurt dat niet ik hoop veel keer gaat gebeuren dit seizoen. Maar 6 wedstrijden op rij, dat is niet zomaar iets? Nee, tuurlijk. Ja, 6 keer op de rij is natuurlijk goed. Zo, ik ga proberen meer te scoren. En dan zie je op een gegeven moment kans na kans, naast vliegen, overvliegen, de keeper pakken. Dan moet het in je hoofd rondgaan van, en denken van, gaat het niet lukken vandaag? Nee, dan word je ook gek natuurlijk. Je wil natuurlijk winnen, 3 punten pakken en daar gingen we ook voor. En niet dat we bij de 1-1 dachten van, het is goed zo. Dus we gingen gewoon 100% voor die 3 punten, maar helaas is het 1-1 gebleven. Ja. Tot slot, moeten de Vitesse supporters bang zijn dat jij nog weggaat? Ja, iedereen vraagt dat. Ja, ik ben nog steeds hier en het is echt super bompen. De offer komt, dan ik blijf hier. Maar wat is voor jou een superbomp offer? Ja, dat je moet Vitesse vragen, niet naar mij. Vitesse beslist dat niet. Ik. Is er nog een lesje afwerken nodig deze week of zeg je van het komt wel goed? Nou, die van Tim die zat er wel goed in, zo, maar helaas ging er niet meer in. Daar gaan we deze week op trainen. Ja.